De Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM heeft de problemen met het toestel dat technische mankementen had opgelost. De maatschappij, die vandaag precies 61 jaar bestaat, werd sinds het afgelopen weekend geteisterd met annuleringen van vluchten. Dit zorgde voor irritatie bij gestrande passagiers in Miami en op de eilanden Aruba en Curaçao. Aftredend minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Albert Jubitana, zei vandaag voor zijn laatste ministerraadsvergadering dat de regionale SLM-vluchten inmiddels zijn hervat. Nou, die kist die vliegt, als het goed is, sedert gisteren. En de doelstelling is om tussen gisteren en vrijdag de achterstand weg te werken. En vanaf zaterdag aanstaande weer over te gaan tot het normale vliegschema. Dus de technische mankementen zijn opgeheven. En laten we ernaar streven om zaterdag weer op en running te zijn conform het normale vliegschema van SLM. Het reizend publiek kreeg vanaf 25 augustus te maken met vertragingen. De minister geeft aan dat de focus van de SLM nu is om het vertrouwen te winnen bij het reizend publiek. Volgens planning moet het tweede vliegtuig voor de regionale route in september in Suriname aankomen.